Rachid is een van de jongeren die de brief kreeg. Hij is er verbaasd over, want hij woont niet meer thuis. Hij komt wel regelmatig op bezoek bij zijn ouders en is dus wel vaak in de buurt te vinden. Rachid zegt zich nauwelijks te herkennen in de beschuldigingen van de gemeente. Er is een lichte term van een overlast. En vooral zomers is het wel heel druk hier op straat. Maar ja, wat moeten de jongeren anders? De buurthuis gooien ze dicht. De voetbalkooi is nog eens in één keer gesloopt. Weet je? Dus ja, ik zeg altijd ze creëren maar wat ze vrezen. Kortom, het valt allemaal reuze mee met de overlast volgens Rachid. Daar is de gemeente niet mee eens. Al jaren ontvangt ze klachten. Wangedrag, mensen op een hele vervelende manier aanspreken op straat. Herrie, troep, schelden. Alle dingen die u en ik heel vervelend vinden. En daar moet een eind aan komen. De afgelopen tijd zijn de overlastgevers door de gemeente in kaart gebracht. En ze zullen de komende tijd nauwlettend gevolgd worden. Ondertussen kunnen de ouders ondersteuning bij de opvoeding krijgen. Maar als de jongeren weer een overtreding gaan, dan dreigt huisuitzetting. Dat is heel erg drastisch en dat is in dit geval helaas ook nodig. Een soort laatste waarschuwing. We bieden ook hulp overigens. We hebben het Centrum voor Jeugd en Gezin. We staan klaar om je ondersteuning te bieden. Maar je zal als vader of als moeder nu wel actie moeten ondernemen. Want het is jouw kind. Jij hebt de verantwoordelijkheid voor de opvoeding. Jij moet dus nu als eerste een stap zetten. Ja, kijk, mijn kind is 23 jaar. Weet je wat, hij woont niet met mij. Ook eens snel die kind van 23, dat is gewoon een man. Huh? Dat kan niet. Rachid is erg geschrokken van de brief. Ook al voelt hij zich niet aangesproken, hij gaat er wel rekening mee houden. Tuurlijk neem ik dit serieus. Ja. Ik neem de overlast ook serieus. Desbetreffende mensen die de overlast melden. Ja. Wij zouden graag een keertje om tafel gaan zitten.